Fijn, dan gaan we over tot de stemming. Ik wil het voorstel tot vaststelling van de rechtmatigheid en tot toelating van de zo even door mij genoemde benoemde raadsleden in één keer aan uw besluitvorming onderwerpen. Bestaat daar bezwaar tegen? Dat is niet het geval. Dan open ik de stemming op dit enkelvoudige voorstel. Ga uw gang. Uitgebracht zijn 14 stemmen. 34 stemmen. Gaan we ook hertellen. 34 stemmen en de raad heeft met algemene stemmen besloten de uitslag van de verkiezingen rechtmatig te verklaren en de zo even genoemde personen toe te laten tot het lidmaatschap van de gemeenteraad van Almelo. Dank u wel, u heeft aldus besloten. Daarmee hebben wij, dames en heren, de agenda voor deze vergadering ook afgewerkt. De laatste vergadering van de raad in deze samenstelling. Ik heb het net al even gezegd, ik herhaal het graag. Dank voor de samenwerking die we met elkaar hebben gehad tot welzijn van onze mooie stad. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette. Und ein letztes Glas im Steen. Für den Tag. Ja, hoe het gekomen is, dat is aan de kiezer, die hebben het laatste woord. Maar het is heel teleurstellend dat we de kiesdrempel niet gehaald hebben. En daardoor is Almelo Centraal helemaal uit de gemeenteraad verdwenen. En dat is heel jammer. De echte oorzaak kan ik niet verklaren. Maar ik zie wel dat er veel partijen klein zijn gebleven. Dat merendeel toch voor de VVD en CDA heeft gestemd. Landelijk op de televisie geweest. En toch net niet inderdaad gekomen. Nee, we hebben het gewoon net niet gered. En dat heb ik ook al vaak gezegd. Het is hartstikke jammer. En natuurlijk heb ik daar verschrikkelijk van gebaald. Maar aan de andere kant, ik ben nu strijdvaardiger dan ooit. En wij gaan 4 jaar door. En wij gaan gewoon verder. En over 4 jaar sta ik hier weer. Maar dan bij de installatie van de nieuwe raad. Nou, was je altijd een splinterpartij. Maar die splinters, die hebben je misschien toch wel aan een extra zetel geholpen. Beetje vreemde benaming is daar, hè, splinter. We hebben in ieder geval onze zetel, onze splinterzetel, verdubbeld naar 2. Waar ik heel blij mee ben. U moet de wet niet alleen nakomen als raadslid hier in de zaal of in uw beoordeling van voorstellen die aan u worden voorgelegd. U moet, net als alle andere inwoners van dit land, zich aan de wet houden als mens. U kunt zich geen overtreding van de wet veroorloven. Niet alleen zomaar niet, maar zeker niet vanuit de voorbeeldfunctie die u als lid van het gemeentebestuur heeft. Vergist u zich niet, personen en organisaties die het openbaar bestuur in Nederland onheus willen beïnvloeden, en die dus helemaal geen politicus of bestuurder zijn, die liggen meer en meer op de loer. Met verleiding, maar soms ook met bedreiging. De grondwet, dames en heren, beschrijft de rechten van de burger en de plichten van de overheid. Het kan nooit andersom zijn. Houdt u dat voor ogen. Burgers hebben rechten en de overheid heeft plichten. De heer Aksa. Mevrouw Bijenhof. Mevrouw Buikema Albers. Zo waarlijk help mij, God Almachtig. De heer Buitenweg. Dat verklaar en beloof ik. Dank u wel. Ik sluit de vergadering en ik geef u graag allemaal de gelegenheid om elkaar hier te feliciteren. Dat kan, maar ook zo dadelijk hiernaast bij de receptie. De vergadering is gesloten. Ik was wel onder de indruk, inderdaad. Ja. Het waren mooie teksten van de burgemeester. Dat maakte indruk op mij. Ik voelde me daardoor ook vereerd. Je draagt gewoon een hele verantwoordelijkheid en dat kwam wel binnen. De ChristenUnie wil een partij zijn voor alle mensen in de stad. Niet alleen maar voor christenen. We zijn wel een christelijke partij, maar we willen alle mensen in de stad meetellen. En we vinden het belangrijk dat iedereen mee kan doen in de maatschappij en vooral ook in de stad Almelo. Het is geen sinecure als je lid van de gemeenteraad bent. Het gaat ook ergens om. De gemeente beheert een begroting van zo'n 280 miljoen euro. We nemen belangrijke beslissingen die ingrijpen in het leven van alle dag in de stad.
Ja, dan heb je wel een bepaalde taakopvatting bij nodig, vind ik als burgemeester. Die ja, past bij het, ja, de, mate, de ernstige mate van het werk dat we met elkaar hebben. De kiezer heeft bepaald dat er twee partijen hebben we afscheid van genomen. Almelo Centraal en de Minima-partij hebben de kiezerzetel niet gehaald. De PVV is nieuw in de gemeenteraad. Ja, ik kan me heel goed voorstellen dat mensen daar een beetje naar kijken van, joh, dat is een nieuwe partij. Ook wel met een bepaald mediaprofiel. Maar ik heb zo even in mijn toespraak ook gezegd, het maakt niet uit van welke partij je lid bent of waarvoor je hier zit. Je moet met elkaar samenwerken, want niemand heeft hier een meerderheid. Vandaag vinden de Retail Skills wedstrijden plaats, Retail Skills Battle in het mooie Engels verwoord, zeg maar. Wedstrijden waarbij leerlingen een organisatie hebben gedaan met producten van hun stage. Dus ze zijn op stage geweest en zij gaan nu allerlei vaardigheden, skills laten zien aan het publiek en aan examinatoren. Zij gaan vragen over onderdelen zoals sales skills. Sales skills houdt in verkoopgesprekken. Dus je hebt verkoopgesprekken die je moet voeren in een winkel. Nou, vervolgens mondt dat uit in productkennis, dus product skills zoals we dat noemen. Een stukje kennis over de producten waardoor je ook een gedegen advies kunt geven. Presentation, dat is de presentatie van een kraam zoals je ziet. Hoe ga je iets etaleren en presenteren aan je klanten. Nou, en dan mondt dat weer uit in Engels. Gaan ze ook een stukje, krijgen ze ook een stukje ondervraging over. En Nederlands, dus speaking. Echt hoe articuleer je, hoe praat je naar mensen. Ja. En de winnaar, wat staat er voor de winnaar te wachten? Nou, de winnaar die krijgt daar een hartstikke mooie beker toegewezen, zeg maar. En krijgen ze ook het tegoedbon en daarbij een plaats voor de landelijke finales. Die vinden op 24 april plaats in Kootwijk. Dus dan mogen ze naar de landelijke wedstrijden. En komen daar vanuit het hele land allerlei ROC's of andere opleidingen naartoe? Ja, er komen allerlei ROC's uit het hele land komen daarheen. Inmiddels zijn er 22 deelnemers opgegeven. Kijk, en dit kun je zien als een soort voorronde op die landelijke wedstrijden. Dus, en de andere scholen doen niet allemaal aan voorrondes, wij dus wel. Maar goed, daar komen we allemaal samen met alle winnaars en alle heroes, zeg maar. Ja. Ja, maar vandaag is het eerst hier de beurt aan de leerlingen van hier. Welke leeftijd leerlingen zijn dit? Zijn dit examenleerlingen? Dit zijn examenleerlingen. Dit zijn de laatstejaars niveau 2 leerlingen van de opleiding verkoop hier. Van detail allemaal, ja. En hoe was dat om stage te lopen bij de HEMA? Leuk, en ik werkte nu ook. Je hebt er een baantje gekregen. Klopt, klopt. En je werd net ondervraagd door de examencommissie voor de wedstrijd. Hoe was dat? Spannend, maar het ging wel goed volgens mij. Wat hebben ze je zoal gevraagd? Wat ik hier had liggen en wat ik erover te vertellen had. En de prijzen en waar het van gemaakt was en zo. Dus volgens mij ging het wel goed. Vond u dat het ging, deze beoordeling? Ik vond dat het heel goed ging. Studenten praten enthousiast, deskundig ook. En ja, was ook enthousiast. Dus dat kwam wel over, zeker. En hoe vond jij dat het ging? Nou, ik vond ook heel goed dat het goed ging. Nou, ik deed heel erg mijn best, dus ja, ik denk dat het goed. En wat heb jij zoal gepromoot? De DA plus mooi. Mooi is de luxere kant en de DA is de toeristische kant. Dus ja. En die geurtjes die sprak volgens mij je examinatoren wel aan, hè? Ja, ik denk het wel. Ik had ook voor mannen mee, dus ja, kan ook. Maar voor de vrouwen, ja, ook. Ook tevreden over deze beoordeling? Ja, absoluut. De leerling heeft een mooie vlog gemaakt, die hebben we opgenomen. Leerlingen die weten wat ze willen promoten, weten veel over de producten te vertellen. Dus dat is perfect, ja. Gefeliciteerd, merk ook niet, zeg. Nee. Onkel Jan heeft dus een plaats bemachtigd in de landelijke Retail Skills Battle. Ja, neem een plaats op de hoogste treden. Nog wel eens een applaus voor hem. Nee, je mag hier bovenop gaan staan. Had je het ook verwacht? Oké, okay. Neem hem in ontvangst. Hou hem even in de lucht allemaal. En nogmaals een applaus voor de winnaars. De Retail Skills Battle Heroes. Ja, dames en heren. Gezellig een terrasje pakken, een wandelingetje maken of shoppen. Vanzelfsprekend. Niet voor mensen met een lichte beperking of psychische klachten. Bij velen van hen ligt na een dag op het werk of in school eenzaamheid altijd op de loer, omdat ze geen vrienden hebben om mee af te spreken. De Club Twente gaat daarom deze mensen helpen met het zoeken naar een vriend of vriendin. Het Maatjesproject.
Het maaisproject houdt in dat mensen die, ja, die thuis zijn en het moeite hebben om bijvoorbeeld naar het Siebelinkhuis te gaan of om hun tijd in te vullen, ja, die kunnen zich melden. En dan, ja, dan zijn ze eigenlijk op zoek naar iemand die samen met hun activiteiten gaat ondernemen. Dus ja, samen naar de bioscoop bijvoorbeeld. Maar het kan ook zijn leren met openbaar vervoer omgaan of leren koken. Maar in ieder geval zijn zij op zoek naar iemand die, ja, die iets met hun gaat ondernemen. Wat is de rol van het meeste Siebelinkhuis hierin? Nou ja, een stukje begeleiding daarin, een stukje coaching, omdat het vinden van een maatje is natuurlijk juist voor mensen die niet veel sociale contact hebben, is dat een hele lastige. Daarbij moet er natuurlijk ook een stukje begeleiding zijn om te kijken van is er een klik tussen het maatje en de vrijwilliger of de deelnemer. En wij monitoren dat ook. Ik ben zelf aanwezig ook bij het eerste kennismakingsgesprek en dan kijken we ook van is er een klik, zijn er overeenkomsten, lijkt het een goede match te zijn. En ik hou ook zeker contact met beide partijen om, om te kijken hoe de voortgang is. We zijn net begonnen. Ik heb nu één voorbeeld van een jonge man die ja, echt ja, op zoek is naar iemand die, die weer met hem dingen gaat ondernemen. Dus ook weer dat hij actief gaat worden in het weer succeservaringen opdoet. Ik heb daar een maatje bij gevonden en nou, afgelopen week ook het eerste gesprek mee gehad. Leek een goede klik te zijn. En nou ja, zij gaan komende week gaan ze samen iets ondernemen en zal ik na die tijd ook met beide partijen vragen van hoe dat geweest is. Ja, vader is dus ook een zwarte rook. En waar is die? Die staat buiten. Die staat buiten? Ja, bij de rest van de mannen. Vader blijft gewoon buiten? Ja, ja. Ja, we hebben wij met alleen maar mannen. Als je de mannen bij doet, ja, die gaat stoten op de jongen. Oh goed. Ja, oké. Okay. Ja. Dus die mannen blijven allemaal bij elkaar. En dan... En de vrouwen gaan met de jongen. Dan, anders krijg je probleempjes. Ja. En wanneer zijn ze geboren, die lammetjes? Deze zijn, moet ik even goed zeggen, afgelopen vrijdag. Die zijn twee weken oud? Ja. Oh, maar er zit een mannetje wel bij? Of nee, nee, deze zijn allemaal vrouwen. Of vrouwtjes met horens? Ja. Oh. Ja, dat is het ras. Als hij ongeveer een jaar is... Dan verdwijnt deze vacht en dan krijgen ze wat, wat, wat ruwer. Mooi. Ja, we lopen elke dag mee. En, ja. Geen pakkezel of een. Nee, ja. Het heeft alle, gewoon een boerderijezel. Maar dit is alleen wel de wildkleur. Dit is wel oorspronkelijk van vroeger uit. Is dit, echt een, dit is de oerezel, zeg maar. Ja, ja. Met die aalstreep, die hoort erop. En hij heeft een klein beetje van vaders mee, want vader was wel bruin. Je ziet alleen terug in de oren. Hi. Hallo. Hallo. Ja. Gas, gas. Op het gas, hè. Doei. Dit stripverhaal in Mozaïek verbeeldt de geschiedenis van Manskapbarg. Het Mozaïek is een initiatief van de Stichting Stadsherstel Almelo en uitgevoerd door leerlingen van het ROC Oost-Nederland onder leiding van docent Ineke Pezi. Ze deden 9 jaar over het Mozaïek, dat bestaat uit vele kunstwerken op zich. Het werk wordt nu gerestaureerd.